sta nu bij project De Grote Beer in Rotterdam. Dit project bestaat uit 195 appartementen en is zeer centraal gelegen bij winkelcentrum Alexandrium. In opdracht van Duravermeer Zuidwest realiseert Steboma Ventilatietechniek Vestiging IJsselstein de ventilatie van de appartementen en de sociale ruimtes. Het gebouw wordt circa 68 meter en bestaat uit 21 verdiepingen bovenop een plint van 5 meter. De commerciële plint kan worden ingericht voor sociale functies of winkels. En de woningtypes variëren van 2 tot 4 kamerappartementen. De 195 appartementen die we hier voor Duravermeer realiseren op de Grote Beer worden voorzien van een ventilatiesysteem met een individueel WTW-unit. Dat houdt in dat de unit wordt geregeld op CO2. CO2 die we meten in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer. In de WTW vindt een uitwisseling plaats van de verse lucht die van buiten komt en de gebruikte lucht vanuit de woning. En die regeling zorgt ervoor dat er op basis van CO2 dus juist meer of minder geregeld gaat worden. Uiteindelijk blazen we in met inblaaspunten in de hoofdverblijven, dus dat zijn de slaapkamers en de woonkamer. En we zuigen weer af in de keuken, badkamer, in de technische ruimte. Dat zijn de ruimtes die we afzuigen. De instortkanalen die we hebben geprefabbed in onze fabriek worden uiteindelijk aangeleverd op de bouw. Ik heb hier een element wat voor de toevoer bedoeld is. Dit komt op deze vloer, wat dus inhoudt dat de vloerpot die hier zit, daar wordt de deksel van verwijderd en uiteindelijk wordt dit gemonteerd in de vloer. Dat wordt doorgekoppeld met alle stukken die nodig zijn volgens het ontwerp. Dat wordt doorgetrokken naar de schacht en uiteindelijk als dat klaar is komt hier weer een laag beton op. En op deze manier wordt de instort geproduceerd en uiteindelijk ook gemonteerd.